Van daaruit vertrok de stoet met kaasbrikken, oldtimer-tractoren, paard en wagen met genodigden en twee stuks tuk-tuk naar het kerkplein, waar de veiling plaats zou vinden. We gaan vandaag voor de 12e keer een enorme kaas veilen voor het goede doel. Een hele rijke traditie voor Woerden. We gaan direct beginnen. Zo direct beginnen met het kaaslied, stel ik voor, en dat daarna Hans Haring de opening doet. Laten we eerst het kaaslied doen. Dames en heren, het is vandaag een bijzondere dag. Alle elementen zijn aanwezig. We hebben het groen. We hebben heel goed weer. Het is namelijk ook niet te warm, want dat is niet goed voor de kaas. Dit is precies volgens mij de goede temperatuur. En ik zie de kaasmeester al knikken. En wat heel belangrijk is op deze dag, veel mensen aanwezig met, ik hoop, ook een volle portemonnee. Want zo meteen gaat de veilingmeester aan de slag. En dan kunt u allemaal meebieden op deze prachtige kazen. Allemaal voor een goed doel. Vandaag zijn dus alle elementen er. En ik denk dat nu het moment is dat we de Graskaasdag kunnen openen. De Graskaasdag 2018. En dat gaan we doen. Ik geef het signaal. De man bij de bel die staat klaar. En ik zou zeggen, luid de bel en daarmee is de Graskaasdag 2018 geopend. De Graskaasdag 2018 is geopend, dames en heren. En wij gaan veilen. Kunnen we hier gewoon 5 euro, 5 euro, 5 euro, 7, 11 euro, 10 euro, 10 euro, 10 euro, 10 euro. 10 euro geboden, 10 euro geboden, 12,5, 15, 15 met de gemeente, 15 euro, 15 euro, 15 euro, iedereen voldaan met 15 euro, 17 euro 50, 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 20 euro, 20 euro, 20 euro, 20 euro, 20 euro geboden, 20 euro eenmaal, iedereen voldaan met 20 euro, 20 euro andermaal, niemand meer, Corrie Amat, 20 euro, 20 euro, die ga je betalen man, 20 euro, ik heb hem 4 keer, zo gaat het hè. Dus let op, we gaan voor de tweede keer. 2,50 euro, 2,50 euro, 2,50 euro, 2,50 euro. 5 euro bij mevrouw, 5 euro bij mevrouw. 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 7,5, 7,5, 10, 10, 12,5, 12,5, 12,5. 15 euro, 15 euro, meneer, hij is voor u gefeliciteerd. 15 euro bij die meneer daar, bij die vlag. 15 euro en u hebt een kaasje, meneer. Komt u naar voren, komt u maar afrekenen, is die voor u. Ik heb er 4, dat is 15 euro. Dat is 100 euro, 11. Ja, kijk nou, dat is een mooi slogan. 11.100, kijk wat gebeurt er. Kijk maar eens even mensen, zet dat dan maar wel op de foto. Even wachten, daar gaat hij. We beginnen nou bij Hans Severs, 11.200. Jan de Goeie senior, 11.300. Dan krijgen we Rijpenaar, 11.4. 11.4 bij de Rijpenaar, 11.5 bij Romein. 11.6 bij John de Goeie. 11.7 bij Arie Plom van het Kaas Experience Center. En 11.8 bij de Rabobank. En die kijkt nog even achterom, doet het nog eens omhoog, Danny, doet het nog eens omhoog. 11-9, 11-9, ja, 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 ja. Je moet een beetje onderhandelen, toch? En kijk, daar is die weer. 12.000 euro bij Bas de Hollander. Ja, ja, Danny, zo werkt dat. Jij zit altijd naar die meiden te doen. Ja, en je doet nog je duim omhoog. Dat is 12.100 euro. 12.100, want Danny deed zijn duim omhoog. En zo werkt de business. Danny, bij rente niet, maar bij kaas wel. 12.100 euro. Zo, dan zijn we weer even eentje verder, hè. 12.100, 12.100. Ken je nog herinneren? Ik stond net achter die kaas voor 10.600. En nu staan we hier voor 12.100 euro. En ik heb alle tijd, maar wel bieden. 12.100, 12.100. Hier in het midden waren we net aan het bieden. We hadden hier even een raceje. We kregen de BMW-man erbij. En voor 12.100 stond er bij 10.800 hier een particuliere mevrouw. 12.100, 12.100 heb ik hier staan. 12.100 euro. Wat een mooie prijs. 12.100 geboden. 12.100 en ik ben nog niet van plan weg te gaan.
En dan gaat hij voor naar de rouwbank. Kijk. Mensen, even stil. Let op wat er nou gebeurt. Die Wieteke, die stond daar net te bieden. Ze dacht wel van niet, maar ze deed het wel. Maar die Wieteke, die heeft een kerel, die is zo fanatiek als de neten, maar die kan niet tegen zijn verlies. Dus wat gebeurde er nou? Nou ging Wieteke bieden en hij is Ed niet in beeld. Dus nou zijn we bij de 12.100 en dan komt hij, dan staat hij. Ed Breuren voor 12.200. Ed, leuk dat je bent, dankjewel. Het was hartstikke gezellig gistermiddag, maar ik vind het nog veel leuker dat je voor 12.200 dat ding in bod hebt staan. En als je nog een keer je hand omhoog doet, gaat hij nog een keer omhoog. 12.300 euro bij Ed Breuren. Ja. Denny kan het met zijn vinger omhoog doen. En die steekt gewoon zijn hand op. 12.300 euro. Heren kaashandelaren, u legt buitenspel. Net een particulier. De kozijnenman. De BMW-man. De makelaar. 12.300 staat hij nou voor bij de horeca. Ze slaan jullie over. Laat dat toch niet gebeuren, man. 12.300. 12.300 heb ik staan. 12.300 geboden. 12.300 geboden. Het is 10:50. En ik zei je net, binnen een kwartier geloof ik dat het gebeurd is. Ik heb er al een paar minuten van verbruikt. 12.300 euro. 12.300 euro geboden. Ik kijk mijn rijtjes even af. Is iedereen voldaan? Is iedereen tevreden? Dat hij voor 12.400 euro gaat hij toch naar Treur. Duelleren hier altijd met lovende bieden. Hè? Denk dat zo is? Wat denk jij? Klopt helemaal, Sjaak. Ik vind het ontzettend leuk dat ik hem nu heb kunnen kopen. Kijk, hey, John, dat was 15.200 euro. De laatste blok was 500, hè? Dus een schouderklopje, dan wordt die 15.700. Dus voor 15.700 ben jij die koper. De grote reuzenkaas van ongeveer 123 kilo kwam na een lange bieding uiteindelijk terecht bij John de Goeie. De opbrengst was 15.700 euro. De opbrengst van de veiling komt ten goede aan World Servants, de muziekschool van het klooster en Stichting de Meerpaal.